filmpje leg ik je uit hoe je een object zendend kan maken. Je klikt op het object en klikt op rechtermuisknop en klikt op Set zending. Dus dan ga je hier zien staan, als ik dat gedaan heb, dat er een S bij komt. Dus je ziet hier die S staan. En wat gebeurt er nu als ik kijk naar dit object? Dan is het eerste groepsadres waarin dit gebruikt is. En dit groepsadres is dit object zendend. Dus klopt dat? 1, 2, 1, inderdaad. Dit is het eerste adres waarin dit zendend is. Dus als ik die volgorde wil veranderen, als ik dit dus terug wil zetten, zoals oorspronkelijk, namelijk 1, 0, 1, dan ga ik naar 1, 0, 1. En dan kies ik voor datzelfde object, dan klik ik hier op rechtermuisknop, Set zending, en dan wordt dit hier zendend. En dan zie ik terug staan dat dit object zendend is. Dit is heel belangrijk om dan te weten op welk moment een object zendend moet zijn of niet. Dus bijvoorbeeld hier, als ik de TL van het bureau wil aansturen via de actor 0 tot 10 volt, channel 1, moeten deze twee pushbuttons inderdaad zendend zijn.